Vandaag in Rik's Moestuin aan Zee ga ik aardbeien planten. Dus aardbeien. Boerenkool. En kaapse bessen. Dus tot zo. Zo, tijd om de aardbeien te gaan planten. Ik heb hier 4 soorten. Ik heb, even kijken, de Ostara. En daar heb ik er 1, 2, 3. 3 van, denk ik, ja. Ik heb de Eliani. Daar heb ik er 1, 2, 3, 4, 5, 6 van. En ik heb nog een paar van het tuincentrum. Ik weet niet hoe deze heette. Dit heet een late ras. Dat zijn er 3. En een doordragend ras. En dat zijn er ook 3. Deze hebben zelfs wat mooie bloemen. Gaat snel. Ze stonden bij mij thuis in de platte bak. En nu gaan ze hier in de mandjes. 4 soorten, 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. Nou, perfect. Zo, laat ik beginnen met de Ostara. Ik heb deze van een kweker, samen met de Eliani, maar die komt zo meteen aan bod. De Ostara is een doordragend ras. Doordragend betekent dat hij langer aardbeien draagt, dus ongeveer van juni tot en met, nou, laten we zeggen oktober, hopelijk. Hij krijgt kleine aardbeidjes, maar wel heel veel. En hij is best goed resistent tegen ziektes. Dus ik ben benieuwd wat deze gaat doen. Zo, dan hebben we hier de Eliani. Dus de winnaar van de lekkerste aardbei van Nederland. Dus ik ben benieuwd hoe dat smaakt. Hij maakt grote sappige vruchten. Beetje zoet. En ze gaan ook in de bak. Dan heb ik nog 2 soorten van het tuincentrum. Een laatras en een doordragend ras. Een laatras betekent dat hij wat latere vruchten maakt. En waarschijnlijk wat meer dan deze, want deze is doordragend. Dus dan heeft hij, verspreidt hij zijn vruchten wat meer over een periode van de zomer. Dus die ga ik allemaal apart in de mandjes doen. Ik begin eerst met een beetje tuinaarde. Ik heb hier aardbeienmest, een speciale mest voor aardbeien. Dat is voor alle soorten klein fruit en snel groeiende planten. Nou, een beetje erin. Dat gaat natuurlijk in een mandje en daar hebben ze natuurlijk niet zoveel heel veel voeding. In de grond hebben ze meer voeding. En zo, ik doe er denk ik 2 in een mandje. En dan 1 op de grond. De laatste schep gedaan. Beetje aandrukken. Even een scheutje water. Niet te veel. De eerste, en dus kan die even het stickertje erbij doen, dan weet ik zo meteen nog welke het is. Hekwerk. Oeh, knopje. Aan de haak. Zo. Aarde voor de tweede mand. Iets dieper. Oh. Nou, ik heb wel zin in een aardbei. Ik kan alleen nog heel even wachten.
een haakje. Deze touwtjes zijn ervoor dat de mandjes niet te veel heen en weer wiebelen in de wind. En de laatste zwemhanden, die zijn bestemd voor de aardbeien uit het tuincentrum. Hier. Ik doe geen potgrond, want ik vind potgrond vaak uitdrogen. Na een tijdje. Tuinaarde blijft toch iets vochtiger. Eind van de zomer ga ik beoordelen welke het beste was voor de moestuin. Ik doe toch nog even één aardbei extra. In deze pot. Standjes. Een beetje water. Nou, dat moet zo meteen wel. Kijk. Die kan mooi hierin. Zo. Hier komen zo meteen de Kaapse bessen. Visalis. Dus ik moet even de grond een beetje omspitten. Zodat de compost goed gemengd is met de onderlaag. Grote kleibonken kapot maken. Ik heb hier 3 Kaapse bessen visalis van thuis. Deze gaat helemaal uit zijn pot groeien. Even kijken. Deze hier en deze hier. En dan hadden we nog wat meer bij. Even een mooi gat maken. Nou, het potje kan ik niet meer eraf halen, want hij is helemaal doorheen geworteld al. Dus die gaat gewoon rechtstreeks de grond in. Potjes, we gaan toch. Zo'n karton. Zo. Nou, maar mooi groeien. Het waait nogal, hè. Waar jullie zo meteen zo op. Weg. En deze hier. Zo. Kaapse bessen krijgen van die mooie oranje lampionnetjes eraan. Met van die gele bessen. Heerlijk. Het duurt nog wel even voordat het komt. Het moet eerst wat groter worden. Oh, blijf staan. In ieder geval 3 erin nu. Stokje erbij. Kijk eens welke ik hier heb. Dat zijn de basilicum die ik had voorgezaaid in de aflevering. Het is nou aardig groot geworden. Moet er de grond in. En die komen daar, naast de tomaten, maar de tomaten zijn er nog niet. Dus eerst even de grond doen. De basilicum komt in principe gewoon in dit kleine voorstukje. Want hier komen nog de tomaten. Dus ik doe ze gewoon een beetje hier. Heeft hij toch nog een beetje ruimte om te groeien. Ik blijf toch last houden van onkruid. Jammer genoeg. Ik heb een diep gat gemaakt. Zo groot is die niet. Basilicum. En lekker aan bezig op het land. Beetje water eroverheen. Aardig droog de laatste tijd. Mag van mij wel wat meer water vallen met regen. Scheelt weer lopen met de gieters.
Ik heb hier een zakje met rode kool. Die komt in dit bed. Ik ga niet voorzaaien. Ik doe het gewoon in de volle grond dit keer. En alle zaadjes naar beneden. Scheur ik ze eraf. Eens even kijken wat voor zaad dit is. Heel klein. Mini, mini kleine sesamkorreltjes. Nou, boerenkool wordt groot. Dus ik doe er één hier. Eén hier. En dat zijn er twee. Nou, die kan ik niet meer vinden. Als het planten worden, dan kan ik er altijd nog eentje weghalen en ergens anders neerzetten. Het is wel een gepriegel, die kleine zaadjes. Eentje hier. Eén hier. Eén hier. Eentje hier. Nou, heb ik er nog heel veel over. Maar misschien voor een volgende teelt. Later dit jaar. Ik doe er nog even een stok in, dan weet ik dat ik hier heb gezaaid. Dus overal waar zo'n stokje staat, daar zit zaad in. Zo, poortje dicht. Nou, dat was het weer voor deze week. Veel plezier in jullie eigen moestuin of tuin. En tot volgende week. Ik hoop dat de aardbeien een beetje tegen de zeewind kunnen. Doei!